Welkom bij de allereerste Chip 2 Remix Hide and Seek. En dit keer namelijk in Dogpound. Iedereen neemt het op namelijk tegen 55 kijkers. En ik heb iedereen ook nog eens 2 minuten tijd gegeven om even te gaan verstoppen. Dus laten we even gaan kijken wie de allerbeste plek heeft. Vanaf vandaag lanceer ik mijn nieuwe Paradoes kersttrui. Omdat de vorige zo insane gesupport werd, hebben we iets nieuws. Het is wel een exclusief item, dus hij staat wel maar voor 2 weken online. Maar denk je nou, ik wil er tijdens de kerst lekker warm bij zitten en even wat winst halen met de Paradoes trui? Dat kan. Check dus dan zeker weten even de link in de beschrijving. We gaan beginnen met de hide and seek in de Dogpound. En nou ben ik dus benieuwd wie ik allemaal ga kunnen killen, want ik weet dat er een hele hoop enemies hier zijn. En ook nog aan het zoeken naar een verstopplek. Nog steeds. Dus het wordt een taaie hide and seek, kan ik je vertellen. Want er zijn ook echt heel veel mensen. Wat de heck. We staan namelijk met in totaal nu nog 54 mensen in de lobby. En dat is wel echt een hele hoop. Oh. Dankjewel. Oh, zoveel enemies hier. Dankjewel, bro. Mensen hadden loot voor deze hier, joh, gek. Oh, joh. Want we moesten natuurlijk eerst even de NPC killen. Want Snoop Dogg, die staat. Staat. Oh my god. Dat was echt een goed plekje. Ik zag hem helemaal niet, maar ik hoorde hem op een gegeven moment gewoon. Ik ben benieuwd waar iedereen zit. Want ik ken wel een aantal spots hier. Maar of ik er genoeg ken, dat wordt de vraag. En wat de heck is dit? Wat is dit, ouwe? Wat de heck is dit? Hè? Oh. Oké. Okay. Oh, huh? Oh, ik zag jou niet eens. Wat denk je nou, joh? Zippy McFlip? Ja. Ja. Bro, come on. Niet zo zijn. Niet zo zijn. Je bent nu gewoon neer. Je bent nu gewoon... Nee, inderdaad. Roodhaarige toeter. Komt door jouw rood haar, hè? Dat je vals ging spelen. Even kijken. We hebben nu... Hé. Hey. Ik word geboeid. Hier, bro. Mensen worden gewoon... Oh my god. Wacht even. Ingai. Oh nee. Ik wou net zeggen, we gaan niet weglopen, hè? Nee. Je bent gevonden, maatje. Ik hoor hier nog meer shots. Wat is dit? Wat? Is dit nou expres of wat is gebeurd hier? Oh my god. Nee, no way. No way dat hier iemand zit nu. Wacht, wat er? Oh, ik ben echt koud en confused op dit moment. Hier iemand? Nee. Nee, ook niet. Ik zie hier wel weer zo'n autootje. De glitch-auto. Ja, die is dood. Pump op je bakjes. Daar ga je, maat. Oh. Wow. Hallo. Leon, dat was niet heel slim, hè? Je kon beter gewoon op één plek blijven zitten. Hey! Oh my god, dat gaan we niet doen. Als je trouwens me afvraagt van Rick, waarom klink je zo ziek? Dat ben ik ook, dus vandaar. OnlyFans vis? Bro, ik weet niet wat deze namen zijn, maar holy ouwe. Oh, Finn. Dat was wel 200 IQ. Eerlijk is eerlijk, dat was wel 200 IQ. Maar weet je, ik heb 201 IQ. Dus ja, het had niet genoeg zin. Oh maar. Wat doet hij? Dien online? Wat? Ik denk dat hij moet eten van zijn moeder of zo. Is er ook nog iemand? Dankjewel. Was dat die ene guy of niet? Ja, dat was hem. Ik hoorde nou, er was geen glitch of zo, zijn sound. Hier ook nog iemand. Nice, goeie. Hier. Oh, jackpot. We hebben hier de jackpot. 1. Bro. Er zijn hier zoveel mensen, pik. Wajo. Bro. Er waren hier echt 8 enemies of zo. Er is 1 iemand weg ontkomen. Ik vind het niet echt leuk. Waar ben jij? Waar ben jij, manneke? Dit is op zich best wel een chille verstopplek allemaal, man. Maar ik heb hier nog niet eens gezocht. Besef even, ik heb 25 man al dood. Maar ik heb hier nog niet eens echt gezocht. Dan maar even zo. Hey! Ja. Wow, ik ga niet heel sneaky door al die tunnels heen, hoor. Ik ben helemaal lijp als je dat doet, Jorik. Ja, ik hoor iemand gewoon nu wegrennen. Gewoon omdat hij weet dat hij anders gewoon nu dood was. Oh, wat heftig, ouwe. Oh, hey. Wat doe jij nou? Laura, die geeft zich gewoon op, denk ik. Oh, wow. Ik hoor zoveel enemies, bro. Dit is echt lijp. Wie gaat er vandoor?
Met de win vandaag. We moeten zometeen wel gaan moven, zie ik. Maar dat is zometeen pas. Bro. Ja. Ja. Yeah. Dat is niet zo slim. Ja, daar ga je, bro. Oh, ik hoorde je de hele tijd al. En ik dacht van, nou, dit gaan we niet mooi niet doen, hè, bro. Wat is dit nou weer? Voor iets sneakies. Als hier iemand zit, hè. Oh my god. Echt waar? Er is iemand terug geweest. Was hij dat dan of niet? Oké, nou, we moeten wel gaan bewegen, denk ik, man. Top 26. Laten we doorgaan naar, ja, de volgende cirkel. Ga maar gewoon in de cirkel verstoppen. Oh ja, dit is echt insane, gast. Laten we vanaf nu afspreken dat je nu mag wegrennen. Aangezien het natuurlijk een hele grote cirkel is. En jullie moeten nu... Je hebt niet echt een plek hier. Dus je mag lekker blijven rennen als je wilt. Er zijn nog 24 andere mensen over. Dus in dat opzicht kan ik wel genoeg mensen nog killen. Sorry, maat. Sorry. Oh, nee. Mijn mede-Alkmaarders. Het spijt me, bro. Het spijt me. Oh. Come on. Kom hier. Hij rent voor zijn leven. Kom hier. Je zit vast, bro. Wat ga je doen? Nee, daar ga je mensen. Oh, dat vond ik wel een leuke kill. Dat vond ik een hele mooie trouwens. Had je wel loot voor mij? Nee. Oké, Discord chat. Bij hoeveel likes gaan we de volgende Hide & Seek opnemen in Mom's Spaghetti? 10k? 10k likes? Dat zou wel insane zijn. 10k likes. Sorry, bro. Oh, dit was echt de smerigste tactiek. Maar het werkte wel. Ik deed alsof ik een verstopper was. En ik zei gewoon, yo, mag ik instappen? En het werkte. Weet je, don't hate the player, hate the game. Oh my god, ja, je bent dood. Daar ga je. Let's go. Oké, nog 20 andere enemies over. Deze 20 enemies moeten wij wel even klapjes geven. Let's go, dankjewel. Oh, wat zien we daar? Ja, kom maar hoor. Oh my. Wat is dit allemaal? Gebeurt hier zo knijterveel. Wat, achter mij ook? Hier. Ik moet deze man hebben. Man. Mijn auto moet sneller. Oh, nee. Nee. Ga je de storm in? Man pakt iets nieuws. Oké, ja, fair enough. Dan gaan we de volgende wildcard inzetten. En dan wordt er namelijk vanaf nu niet meer in auto's mogen zitten. Dus stap lekker uit je auto. Pak een verstopplekje. En ik hoop voor je dat je het redt. Oh, dit is wel een 20 uur van die mens, hoor. Maar is het hoog genoeg IQ of niet? Oh my god. Ja, eentje is escaped. Die was wel heel snel. En al echt. Je bent sowieso hier nog dichtbij. Dat kan niet anders. Maar gaat hij weer... Oh my god. Nee, zeg please dat je dat niet doet. Oh my... Bro, dat is niet slim. Oh, dankjewel. Wat hoor ik allemaal qua geluid, joh. Oh, wat is dit nou weer? Ik heb een paarse scar. Hoezo hit dat niet? Wow, ik schiet letterlijk op hem. Er zijn nog 17 mensen over. Je mag niet meer in de auto, hè? Dus sorry nou. Ja. Ja, helaas. Het was beter geweest om gewoon lekker rond te gaan rennen, maat. Oké, 16 enemies over. Wie of wie gaat deze klutschen? Want ik zie hier een hele hoop enemies. Zit er iemand in de borstje? Nee. Maar jou hebben we wel. Nice, dankjewel. Anonymous mode.
Hier beneden nog iemand. Oh. Oh! Begin al mij te schieten, broski. Wat begin je al mij te schieten? Wat begint hij al mij te schieten? Doei! Nee, 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 nee. Is dit een... Oh my god, wait. Oh my! Oké, eerlijk. Wel respect voor die play, hoor. Wel respect voor die play. Oh, sniper. Nog 13 mensen over. Waar dan nou? Als je trouwens deze video kijkt en denkt... Nou, Rick, ik kan dit sowieso beter. Abonneer even op mijn kanaal. Want de volgende keer gaan we nog een keer een hide and seek doen. En dan ben ik wel even benieuwd of het jullie wel lukt. Want we zijn nu nog met een aantal enemies over. Bim! Daar ga je. De moderator. Gerune. Wat? Wat een snipe. Door de boom heen. Ja, oké, weet je, ik vind dat jij wel meer respect verdient. Maar ik heb je helaas gezien. Al wel respect voor jouw stormplay. Eigenlijk wel dat iedereen die ik gewoon meteen zie, moet gewoon als eerst dood. Dankjewel, Frosty Jaden. Ik ben oprecht legit benieuwd wie deze wint. Oh, die Appa Glider is echt lijp, gast. Hij heeft geen match meer. Nee. Oké, nou, wie zit hier dan nog? Oké, ja. Nice. Wel slim gedaan, though. Volgens mij was dit hem, toch? Of niet? er zijn nog met 6 enemies over. De laatste 6. Waar zitten jullie verstopt? Ja, dat kan niet ver zijn, toch? Nee, dat bedoel ik. Stan. Nog iemand hier. Nizar, die is niet aan het opletten. Die was denk ik Pokémon Go aan het spelen ondertussen. Oké, nog 3. Laatste 3. Wie of wie gaat de winnaar worden? Oh, daar ga je, bro. Daar ga je. Jeez. Jaspertje 2004. Nog 2 mensen over. Oh, ik zag jou als eerst. Oh, hij heeft opgegeven, hij heeft opgegeven. Laatste guy! Wie of wie heeft de hide and seek gewonnen? Waar ben je? Hij komt eraan. Oh my god, je bent dood. Je bent dood. Je bent dood, of niet? Oh! Ik weet niet wie het was, maar gefeliciteerd, maat. We gaan even kijken. Dr. Zwartbaard heeft gewonnen. Gefeliciteerd met de W in hide and seek. Abonneer op mijn kanaal. En ik zie je de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ciao!